bij ons Helma Mulder en we vragen haar waar ze nou de positieve kriebels van krijgt. Ja, natuurlijk van het zonnetje, hè. Dat is altijd lekker. En vragen we ook altijd waar je soms een beetje aan ergert? Waar erg ik me aan? Een beetje aan alle drukte vaak, hè. Het gestressen, van laten we eens een keer rustig aan doen. Van moet allemaal maar vandaag en ja. Take it easy. Ja, take it easy, ja. Pluk de dag. Bij ons Frans Meuwissen en we vragen hem waar hij nou de positieve kriebels van krijgt. Nou, voor de kleine dingen die elke stap die ik weer beter kan worden, dan word ik erg positief van. Vragen we ook altijd waar u zich soms een beetje aan ergert in het leven? Waar u zich aan ergert? Aan negativisme. Schiet niet op. Schiet niet op. Zo terugkijken naar niks. Je moet vooruitkijken naar de positieve dingen. Bij ons Iris Zwets, ze vragen naar waar ze nou de positieve kriebels van krijgt. Van het zonnetje, van een lekker bloemetje op het balkon en gewoon genieten van alle mensen die lachen. Vrouwen ook altijd, ja, je bent positief. Waar erg je soms een beetje aan? Aan mensen die chagrijnig kijken of boos zijn om eigenlijk helemaal niks, terwijl je met een vriendelijke lach veel verder komt. Bij ons Riet Schuivel en we vragen haar waar ze nou de positieve kriebels van krijgt. Ja, van mijn kleinkinderen en van de leuke dingen. Vraag ook altijd waar u zich soms een beetje aan ergert. Ja, er zijn heel veel dingen. Van de gemeente, wat van de week weer in de krant stond. Dat ze zoveel tekort qua of van, ja, weet ik niet precies. Bijstandsfraude? Ja. En, dat bedoelt u? U bedoelt de bijstandsfraude? Ja, dat bedoel ik, ja. En zulke dingen, dat vind ik gewoon erg. En mensen die het nodig hebben met hulp, die krijgen dat niet. En dat vind ik, gewoon, die worden gewoon gekort. En met zulke dingen zijn ze heel slordig. En dat, u wordt ook gekort op dit moment? Of gaat het gebeuren? Ja, wij worden ook gekort, ja. En scheelt dat veel? Ik krijg nu een uur minder hulp. Eerst had ik 3 uur, nu krijg ik 2 uur. En mijn dochter, die heeft een gehandicapt kind en die worden ook gekort. Nou, ik vind, laat ze maar op hun eigen dingen allemaal letten, in plaats van zulke dingen. Het zijn altijd de mensen, de gehandicapten en de ouderen die de dupe worden. En daar word je verdrietig van. Bij ons Darleen Joosten en we vragen haar waar ze nou de positieve kriebels van krijgt. Nou, ik krijg heel erg kriebels van genieten, lekker weer, terrasje pakken en gewoon lekker eten. Vraag ook altijd waar je soms een beetje aan ergert in het leven? Ik erger me aan negatieve sfeer. Dus alle negatieve oorlogen, dat soort dingen, heb ik nooit zo zin in. Dus haal mij maar lekker vrolijk. Bij ons Manon Borsten, de mede-eigenaresse van het Wapen van Wiegen. Manon, allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum. Waar krijg je tegenwoordig nou zo de kriebels van? Nou, bedankt. Ik moet zeggen dat ik ontzettend blij ben met alle reacties die we krijgen van de mensen. Daar krijg ik echt positieve kriebels van. We zijn sinds eergisteren begonnen met allerlei acties. En daar zijn de reacties fantastisch op. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Zijn wij natuurlijk benieuwd in welke acties dat je op dit moment hebt voor de Wiegenaren? Ja, we hebben eigenlijk voor iedereen iets. Dus voor de kleintjes om te beginnen hebben we een kleurplaat. Als ze die komen inleveren, dan maken ze kans op een dinertje, kinderdinertje voor 5 vriendjes of vriendinnetjes. We hebben voor de wat oudere mensen, of ik weet niet of voor iedereen eigenlijk wel, hebben een sudoku. Als je die inkomt leveren, krijg je een kopje koffie met een jubileumgebakje. We hebben een jubileummenu en dan hebben we 25 gerechten van de afgelopen 25 jaar. Kun je er 5 uitkiezen en dan betaal je slechts €25 voor. Dat is leuk. Die actie loopt nu al. Zitten daar nu al mensen van te genieten? Ja, dat is inderdaad nu al. En dat blijft het hele jaar zo bestaan. En verder waar we tot nu toe de meeste reacties op gekregen hebben, is dat wij, als je op onze Facebookpagina komt en liked en share, dan kun je een reis winnen naar het geboorte-eiland van Vivos, Cyprus. Een volledig verzorgde reis voor 2 personen voor een weekje. Dus, en welke Facebookpagina is dat? Dat is Wapen van Wiegen. Ja. We gaan maar niet over negatieve kriebels praten, hè? Nee, laat maar niet doen.